daar hebben ze wat in mee. Het is gewoon net schet ook een vereniging, zeg maar. De torenbeklimming in Hilden. Ja, nou die zijkant. Oh. Ah ja. Nou, eentje toch? Ja. Met overpakken en dat is natuurlijk de tang tussen die ketting. Dat is de muziektrommel die ieder kwartier zijn deuntje over de stad laat klinken. Om kwart over, half uur, kwart voor en op het hele uur. Het zijn steeds verschillende melodietjes die ook twee keer per jaar worden die uitgewisseld. Dat doet onze stadsbaardier, die zitten dan andere melodieën op. Wanneer iemand een verzoeknummer heeft, kan hij dat indienen. En dan wordt er bekeken of dat inderdaad een melodie is die aanvaardbaar is om op een muziektrommel te zetten. Je ziet hier de nokken. Die nokken lichten deze hamers op. Die hamers staan weer in verbinding met het carillon hierboven. En zodra hij opgetild wordt en weer naar beneden gaat, dat klinkt boven dus, en dan gaat die hamer boven tegen de bel aan. Die zal zo beginnen te draaien als het goed is, ja, op het half uur. Maar die moet u direct stopzetten. Die moet ik direct stopzetten. Ja, want anders krijg je het. Daarom moet ik ook naar boven om die muziek stopzetten. Oh, ja. En gelijk met die muziek trommel stilzetten, zet je ook de uurslag en de half uurslag stil. Want anders komt het niet tot zijn recht. Want de uurslag vooral, die is belangrijk dat die weggaat. Want de uurslag die wordt namelijk op de grote klok beneden uitgevoerd. Waar wij direct aan staan om te trekken, daar wordt de uurslag op uitgevoerd. Hier zie je het oude uurwerk. Nou gaat het. Wat dus vroeger gebruikt werd om de klok, dus de wijzerplaat om die dus te bedienen. En dat was dus allemaal handwerk. Die hebben ze pas gerenoveerd. Ja. Ze hebben dus weer nieuwe kabels dragen weg met gewichten. En je kunt het dus inderdaad laten draaien. Maar hij staat er nog zo pril. Ik heb er nog geen ondervinding in. Maar ik heb er wel gezien op internet. Kun je het zien. Dit staat ook op internet. Hè? Live. Als men nou hier naar kijkt, zien ze ons staan. Oh. Ook direct beneden bij de grote toren. Dat deed aan de torenwachters. En mijn overgrootvader was de laatste torenwachter van Breda. Daar hadden ze maar één gehad. Daar hadden ze op dat moment twee. Dat was Fris Hert. Eén van de twee laatste torenwachters. Nou ga ik hem uitzetten. Dat is heel simpel. Knopje om. Waarom gaan we aan? Nou is dus en de trommel stil en de slag beneden is stil. En dan wordt de trap smaller. De man smaller. Mijn ouders waren nu meer dan 40. Ik maar binnenkijken waar. Dat zou normaal zijn. Oh, u ziet er vanzelf van. Ja, ja. Deze klok wordt dus op vier manieren gebruikt. Hè? Op de eerste plaats wat ze het nou doen, met de hand luiden. Op de tweede plaats kan die geluid worden elektrisch. Dat gebeurt daar in die kast. De derde plaats is het, zoals ik daar straks bovenaan zei, de uurslag van het hele uur. Dat is de rechtse hamer van hieraf. Ja hoor, u begint maar. Dat heb je al hoor. Ja.
Dan moet je eigenlijk met 10 man zijn. Nou hebben we met 6 man. Normaal is het? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Het is gewoon een leefje. Lekker joh. Ja, geen visje. Jos, Piet Dielemans. Willem. Kijk. Cool, hè? Nol fris hert. Ja, leuk. Hebben die 12 september daar hebben we al op ingetekend? De klepel die 200 kilo. Als je interesse hebt om een klepel te tellen, daar in de hoek staat een kijkje. Maar rustig, je bent gewoon aan de oude klok. Ik ben heel overheffend, denk ik. Ga je naar beneden toe? Nee, maar ga je nou al? Van die aanknopingspunten, hè? Ja. Trouwens, dat zit met nou helemaal niks met die oranje torentjes. Tada! Tada! Hey! Ja, 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 ja! Kan maar die zeker nog een Ik ga het even. We zijn een potje.